Start. Let's go. Oh my god. Wat de... Oh my god. Wat de hel... Yo mensen, welkom bij deze kanaal. Weer een nieuw deel van de Lord of the Rings maps van kijkers. Jongens, ik heb deze keer een map uitgekozen van Nick. Ik ga zelfs een mailtje voorlezen. Hij zegt: hey Damien, ik heb een Lord of the Rings map voor je gemaakt. Ik hoop dat je hem leuk vindt. Heel kort mailtje. Ik ben heel benieuwd, want ik spande hier. En op zich, ik bedoel, wat de hel. Ik zit in een of andere supergrote... Ja, wat is het eigenlijk? I don't know, maar hier staan allemaal bordjes, die ga ik meteen lezen. Regels staan achter je. Hey Damien, super leuk dat je mijn adventure map speelt en veel plezier en succes. En namens Tebers, alright. Hier staan de regels blijkbaar. Render distance moet op 7 chunks. Alright. Op 7 chunks. Done. Alle opdrachten zijn getest en mogelijk. Nice. Kijk, dat jongens, dat is goed. Je moet wel je eigen map ook testen, want straks dan speel ik hem en dan werkt er iets niet. Dus goed dat je dat doet, bro. Thanks, Nick. Super chill. Dus ik ga ervan uit dat hij werkt. Speel op normal. Heb ik hem op normal staan? Nee, ik heb hem altijd op easy staan. Geen commands gebruiken. Oké, ik kan niks beloven. Je weet hoe ik ben. Toggle down van mag wel. Dankjewel bro. En geen blokken breken. Alright. Moet ik op creative spelen trouwens? Of ik bedoel, ik zit in creative toen ik spande. Zou het? Oh my god. Shit, ik heb niet gelezen wat er staat. Ik weet niet wat er stond. Oh, dat zal wel niet belangrijk zijn geweest. Oh, hoi. Hoi, oké, hoi. Wat de hel? Wat de fuck? Oké, je moet alle personages gespeeld hebben om de map uit te spelen. Wauw. Je moet met elk personage een opdracht doen. Succes. Alright, food. Oh yeah. Give me that cook steaks. Wacht, ik heb een trucje van jullie geleerd. Dat was dubbelklik of zo. Ja, dubbelklik werkt gewoon. Nice. En ik hoor slimes, jongens. Ik word er nu al gek van. Goddammit. Aragorn hebben we Frodo, Gimli, Theoden, Smeagol en Legolas. Nice. Als je alle personages hebt gespeeld. Nou, dan ga ik eerst voor Aragorn maar, denk ik. Hoppakee. Oh, wauw. Overleef. Wat? Tip, ga niet dood. Oh, really? Dankjewel, man. Thanks voor de tip. Ik neem in ieder geval super veel golden apples. Een boog is ook handig. Thanks, bro. Super chill. Een boogje. Heb ik ook een zwaard? Die heb ik zeker. Mijn vraag werd beantwoord. Diamond boots. Diamond leggings. Heb ik geen andere armor? Wat? Hebben we veel? We hebben veel diamond. Oh my god, jongens. Ik moet hier in ieder geval niet aan dood gaan. Oh, ik zit natuurlijk nog in creative. Zal ik dat wel even uitdoen? Want ja, weet je, ik ga waarschijnlijk toch al dood. Ook heb ik echt 64 golden apples. We gaan ons best doen, jongens. Ik ga mijn best doen, eigenlijk. Overleef. Ik zie echt heel veel dispensers overal staan. Dus, oké, weet je. Vis. Ik doe even mijn geluid iets zachter. Nee, wacht. Ik doe even mijn headset wat zachter. Dat is beter, denk ik. Oké, there we go. Oké, jongens. Let's go. Oké. Wat gaat er gebeuren? Ik heb geen idee. Het ziet er in ieder geval awesome uit. Maar hier staan allemaal dispensers. Alleen, moeten ze werken? Spawn witch. Are you serious? Ging je witches spannen? Alleen ze werken niet, bro. Wat zie je aan de hand? Klaar. Wat klaar? Klaar. Oh, moet ik het nu hierop gaan staan? Oké. Ik denk niet dat dat de bedoeling was. Shit, nu heb ik alles al gepakt. Oh my god, nee, dat moest niet. Shit, maar de dingen doen het niet, man. Wat? Oh, wacht, misschien moet ik hier iets overhalen. Start. Oh my god. Maar nu ben ik mijn items kwijt. Kut. Oké, jongens. Ik verbreek de regel nu al. Ik cheat even de items terug, oké? Ik had een gewoon diamond. Ik had echt dik enchanted armor en shit. Maar, weet je? Oké, whatever. Hij heeft ook meteen allemaal items afgepakt gewoon. Goddammit. Had ik golden apples. Ik had golden apples. Ik had steak. Ik had vis. Die boog heb ik niet nodig. Oké, weet je, nu gaan we gewoon beginnen. Ik zag het helemaal niet. Ik ben weer nieuw bezig. Oh my god. Facepalm allemaal even en dan gaan we beginnen. Start. Let's go. Oh my god. Wat de... Oh my god. Wat de hel. Gast, ben je serieus? Ben je serieus of niet? Gast. Oh, hun ziet er awesome uit. Kijk hoe ze lopen ook. Echt allemaal in zo'n formatie. 1 gouden erbij. Heb je dat expres gedaan, die gouden? Want dat ziet er wel awesome uit. Echt zo'n leidertje. Maar, you're going to die, bitch. Get out of here, hij is al dood. Jullie ook nog even allemaal... Oké, dit zijn denk ik de makkelijkste. Ze worden ook gewoon in de fik gezet door de blazes. Oh, nu sta ik ook even in de fik. Goddammit. Ga voor dood. Oké, jongens, nu wordt het irritant, want we moeten nu skeletons doen. En die is niet heel irritant. En ik heb geen boog. Goddammit. Maar ze hebben waarschijnlijk maar 2 hits nodig of zo. 2, 3 hits, denk ik. 2 misschien? 2 hits? Ja, 2 hits hebben ze nodig. Oké, nice. Kom hier, bra. Get out of here. Jij ook. Ah, goddammit, dit haat ik zo erg. Ik haat het zo erg als je skeletons wil killen en je staat op een afstandje. En ze gaan dan steeds op je schieten en waardoor je niet bij ze kan komen. Dat is echt verschrikkelijk. Oké, witches en spinnen moeten geen probleem worden eigenlijk. Misschien wel... Oh, nee. Kom er net op. Oh, die was echt net op tijd. Die was echt serieus net op tijd. Mijn mobiel trilt, I know. Ik kan er niks aan doen, want ik moet opletten. Goddammit, witches zijn toch wel heel erg irritant eigenlijk. Die spinnen, die... nou, dat boeit me niet zoveel. Waarom maken die witches geen geluid als je ze hit? Doen ze dat nooit? Ik weet niet, ik dacht dat ze alles precies klonken. Oh, ik raakte er niet gewoon aan. Goddammit, waar is mijn zwaard? Huh? Hoe deed ik dat nou weer? Wat de hel? Ik klikte ergens op en ineens was mijn zwaard weg. En ik deed mijn inventory open. Alright, heb ik de witches nou allemaal gekild? Ik heb het gevoel dat ze steeds weer spannen, die spinnetjes. Get out of here. Als die blazers nou even deze dude in de fik zetten. Doe maar. Steek hem in de fik. Doe maar. Schiet maar. Doe. Hier. Mik op hem. Nou, die was bijna raak. Oh, ze kunnen hem blijkbaar niet in de fik zetten. Alright, ik heb dikke debuffs. Ik ben echt gepoisoned keer 1000 waarschijnlijk, maar ik hou vol. Gewoon golden apples blijven vreten. Ik neem er nu nog één. Oké, guys, here we go. Blazers. We ontwijken alles wat ze schieten. There we go. En ik sta nog steeds niet in de fik. Ik sta nog steeds niet in de fik. Oh joh, ik sta niet in de fik. Hoe kan ik nu nog niet in de fik staan? Ik sta nog steeds niet in de fik. Oh, nevermind. Ik sta in de fik. Wauw. Prachtig. Oké, get out of here. Dit is niet heel moeilijk. Get out of here. 2 hits hebben ze nodig. Wel chill die diamond sword. Alleen, volgens mij had ik hiervoor een enchanted diamond sword. Dus dan was het nog makkelijker geweest. Maar we hebben het gefixt. Nice! Alleen ik hoor nog steeds een slime, maar die zit ergens buiten te durpen. Maar we hebben hem gehaald. Nice, we hebben Aragorn in ieder geval uitgespeeld. Dus we moeten nu nog alle anderen. Who's next? Die zou ik als volgende pakken. Frodo. Ik ben benieuwd wat we bij Frodo moeten doen. Je hebt het licht van Eärendil en een gouden ring. Vernietig de ring en red Middle Earth. Succes. Ring en licht. Light of... Oh, het licht. Oké, die hou ik wel in mijn hand vast, want dat doet Frodo ook in de film. Oh nee, ik hou Sting vast. Ik hou die voor Sting vast. Here we go. We hebben dus een lichtje en we hebben de ring. Die ga ik niet omdoen, dan ben ik invisible. Set time to 13.000. Oh my god, wat gebeurt er? Klik. Waarom? Wat was het eigenlijk? Wat moest ik doen? Ik heb niet eens gelezen wat ik moest doen. Vernietig de ring en red Middle Earth. Oh, ik moet hem vernietigen ook. Wauw, oké. Klik. Oh, goddammit. Wat gaat er gebeuren? Moest dit geen... Wat moet ik doen? Jongens. Het wordt echt heel donker nu. Ik zag brandende spinnenoogjes. Dat vind ik niet leuk. Get out of here. Get out of here. Wat is dit? Waarom kan ik hier overheen lopen? Ah nee, dat spant ze weer. Goddammit. Maar ik heb zo het gevoel dat dit... het wordt echt heel donker. Wauw. Oh, nu is het ineens niet meer donker. Wat de hel? Nu wordt het weer donker. Ik moet wel voor deze dingen blijven lopen. Ik bedoel, kom op. Licht. Ja, yeah, there we go. Of ik kan ook gewoon mijn shaders uitzetten. Maar moet dit geen lava zijn? Ik bedoel, of moet ik hier echt in? Oh my god, het gaat verder. Ik zie echt geen shit. Ik doe even mijn shaders uit, jongens. There we go. Kijk, we zien alweer meer. We zien alweer meer. Oh, een vleermuisje. Kan ik hier nog verder? Loopt het nu wel dood? Ik zie echt niks. Ik zie echt serieus niks. Waar gaat dit heen? Moet ik hierboven iets doen of zo? Nee, ook niet. Die slimes, please. Get out of here. Please, geen slimes. Oké, wacht. Ik ga het nog een keer proberen. Misschien moet ik nog een keer klikken. Klik. Spannen ze dan weer? Nee. Wat raar. Oh, maar we wilden dat weer. I'm so sorry, guys. We gaan verder. Ik kan dus hierin. Daar kan je ook in, maar dat loopt dood. Hier kan ik in, hierin, hierin. En dan loopt het hier dood. Wat de hel? Waarom loopt het hier dood? Ik snap het niet. Heb ik iets gemist? Werkt iets niet misschien? Ik zie niks en het doet pijn aan mijn ogen. Het doet serieus gewoon pijn aan mijn ogen, want ik moet zo focussen. Hier zit een gat. Oh, hier zit een button. Ja, wat is dit? Wat de hel? Oh, dit is Mount Doom. Oh, is dit Mount Doom? Ja, want dat heeft hij dat wel grappig nagebouwd. Oh, is hier lava? Ja, ja. Fornox, cast it into the fire. Als de ring vernietigd is. Alright. Go! En hij is kapot. Hij is gesmolten. Nice, we hebben het gefixt. Nice, dat was Frodo. Wauw, hij heeft ook echt voor alles iets anders gedaan. Ik dacht dat ik bij elke dan ook echt moest gaan overleven, zeg maar. Net zoals bij Aragorn. Maar elke heeft iets anders. Nice, nu Legolas, jongens. Ik ben benieuwd wat we bij Legolas moeten doen. Oké, we hebben een boog en 12 arrows. En het lampje moet branden. Houd de juiste volgorde aan. Tip, schiet raak. Oh god, ik moet raak schieten. Klaar. Wat is dit? Waar stond ik? Set time to bla bla. Volgorde rood, geel, groen, blauw, paars. Oh my god. Dus eerst rood. Waar zit rood? Oh, hier zit rood. Goddammit, ik zag hem serieus niet. Oké, rood. Geel. Waar zit die? Daar. There we go. Geel, groen zit daar. Oh god, het wordt lastig. There we go. Dan blauw en paars zit daarachter nog. Come on. Heb ik die niet geraakt? Ik weet niet, hij brandt niet. En dan... Wacht. Moet ik die nog doen? Want hij brandt niet meer. Ik denk het wel. Nou, dat is ook goed. Shit, nu heb ik de volgorde niet goed. I don't know. Die nog. Yes, we hebben het gefixt. Nice. Oh, die was ook leuk. Die was leuk. Kort maar krachtig, jongens. Kort maar krachtig. Gimli. Oké, Gimli. We gaan Gimli doen. Ik ben benieuwd wat Gimli is. Als je klaar bent. Nee, ik ben nog niet klaar. Ik moet nog beginnen. Vind Diamond als een echte dwerg. Wat? Ah, nee. Doe je me dit aan, bro? Are you serious? Ik moet een diamond vinden. Gast. Hij wil dat ik ga minen. Oh my god. Oh, er zit in ieder geval wel bedrock achter. Dus op zich zou dat niet zo heel probleem moeten zijn. Alleen, goddammit, waarom laat je me minen? Je weet dat ik daar een hekel aan heb. Je weet dat ik een hekel heb aan minen. Of moet ik naar beneden graven? Oké, misschien is het logischer als we naar beneden graven. Alleen hier zit allemaal dirt onder. Goddammit, waarom doet hij me dit aan? Wat is dit? Time set day. Oh, hier zit een command blok, jongens. Oh, heb ik de map kapot gemaakt? Misschien. I don't know. Ik heb geen idee. Maar ik moet mine, dus ik denk niet dat ik het dirt kapot moet maken. Dus misschien moeten we wel hierheen. Dude, beter vind ik de diamond snel. Want, hoe ver gaat dit door? Hoe groot heeft hij het gemaakt? Ik ben benieuwd hoe groot hij het heeft gemaakt. Please? Hallo? Oké, jongens, laten we het even doorspoelen. Nou bro, het spijt me, maar ik geef het op. Ik heb op zich nog best wel veel graven. En ik hou niet van minen, dus ik kan hem ook niet vinden, weet je. Ik ga nog een paar blokjes weghakken. Maar ik heb echt geen idee waar je hem weggestopt hebt. Ik bedoel, hoe groot heb je dit gemaakt? I really don't know. En je zegt ook gewoon graaf. En ik heb gewoon echt overal stenen om me heen. Dus het wordt lastig om hem te vinden. Dus bro, ik ga nog heel even door. Misschien zit hij hierachter, maybe? Ik denk het niet. Nee, helaas. Nou, in ieder geval, dan gaan we deze gewoon een soort van skippen. Alleen, weet je, je zet me gewoon in een ruimte neer met overal stenen. Ik moet een diamond vinden. Weet je, ik heb genoeg gemind. Ik vind dat ik hem wel gefixt heb. I'm sorry, guys. Gimli hebben we gehad. Dan gaan we nu naar Smeagol of Theoden. Smeagol lijkt me leuk. Wat heb je voor Smeagol bedacht? Wow. Alright, what the hell. Smeagol houdt van vis. Van vang 3 vissen om je honger te stillen. Er zit niks in de chest. Er zit niks in de chest, bro. Wat betekent dat? Had hier een visding in moeten zitten? Een hengel? Want er zit geen hengel in. Wat staat daar? Iets van te klaar, denk ik. Staat daar klaar? Is dat klaar? Ja, dat staat klaar en dan moet ik weg. Wat? Nee, ik heb geen... er zit geen hengel in, bro. Maar ik kan ook even cheaten natuurlijk. Alleen vissen is ook niet echt mijn favoriete bezigheid. Want, oké, ik ga er eentje vangen, oké? Ik doe er eentje. Fish. Fishing rod, there we go. Ik ga er eentje vangen, want 3... Weet je, vissen is niet al te leuk om naar te kijken. En waarom al die lapis lazuli trouwens? Waarom? Ik bedoel, het is wel fancy en alles, maar... alright. Het zal iets met Gollum te maken hebben, wat ik blijkbaar niet snap. Maar leuk. Leuk geprobeerd, bro. Oké, jongens. Waarom gaat hij niet gewoon in het water? Goddammit, scumbag. Lijn, ga in het water. Please. Wat? Waarom ga je... Oh, god. Ik weet niet of hij er nou in zit of niet, want... Weet je, volgens mij moet hij... Moet ik... Wacht. Please. Nee. Kijk, nu zit hij erin. Zelfs nu... Wat? Zelfs nu stijgt hij nog omhoog. Oké, we gaan wel gewoon hier hem erin gooien. En dan komt hij hier. En als het goed is, zou hij dit gewoon moeten doen. Ik word gek van die slimes. Ik word helemaal gek van die slimes. Bro, waarom doe je me dit aan? Oh, wacht. Ik zie sponsjes. Ik bedoel, ik zie plontjes. Hoe noem je dat? Spettetjes. Jezus, plontjes? Spettetjes? Wat? Ik weet niet. Ik zie water. Ook goed. Ja, daar zijn ze. Come on. Come on, bro. Er moet zo'n lijntje komen dat je hem ziet chasen, zeg maar. Dat je het ziet dat hij erheen zwemt. En dan als hij naar beneden gaat, dan moet ik hem omhoog halen. Ja, daar komt hij, daar komt hij. Ja, yes, we hebben er een. Nice. Ik dacht dat die fout zou gaan, maar bij mij gaat het altijd de eerste paar keer fout. Maar we hebben een raw fish. Nice. En ik vind dat we deze ook hebben gehaald. Nice, bro. Alright, next. Food heb ik eigenlijk wel even nodig. Kan niet, want ik heb natuurlijk alles al gepakt. Goddammit. Theoden, let's go. Theoden, dat is de koning van Rohan. Ik moest even denken. Leg het parcours af, wees een echte Rohirrim. Oh yeah. Oh, mogen we op een paard rijden? Ja, een paardparcours. Dat is echt awesome. Get the walls down. Maar waar is mijn paard? Ik heb geen paard, bro. Zit hier... Waar is mijn paard? Mag ik een paard? Of moet ik gewoon op dit zadel zo erop zitten zo en dan vasthouden en dan gewoon lopen? Ik denk het niet, bro. Nou, dan gaan we alvast even een paard cheaten. Moet ik die ook even temmen, trouwens. Ik bedoel, ik weet niet hoe jij denkt dat ik aan een paard kom, maar we kunnen het fixen. We kunnen het gewoon fixen. Plop. Oh my god, dat zie je mij weer gebeuren. Dan krijg ik zo'n klein kutpaardje. Nee, ik wil deze. Ik wil deze badass. Dus deze gaan we even temmen. Als je even meewerkt, dan ben je good guy. Nee, je bent een bitch. Oh, hij houdt al van me. Je houdt al van me. I knew it. There we go. Jongens, let's go. Get the walls down. Plop. Yes, nice. Dat vond ik echt nice gedaan. Alright, hier moeten we overheen komen. There we go. Hier moeten we... Plop. Nice. Over het water. Kut, want paarden gaan... Oh shit. Als paarden in het water komen, dan gaan ze... dat vinden ze niet leuk. Dan gooien ze eraf, volgens mij. Dus ik moet er overheen proberen te jumpen. En... Go! Dat ging helemaal niet zoals ik wilde, maar het werkte. Het werkte. Oh god, hoe gaan we dit doen? Oh nee, ik zit vast. Jump, maybe? Jump? Loop? Door? Oké, go, 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 go. Ja, we hebben het. Oké, nice. Een doolhof. Het Xonhof-labyrinth. Vonnox achterstevoren. Haha, I see what you did there, bro. Leuk geprobeerd. Ik zag het. Oh, ik kan cheaten op een minimap. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga niet naar rechtsboven kijken, jongens. Jullie kunnen misschien al de weg zien. Alleen ik zie niet. Ik bedoel, ik kijk er niet naar. Anders is het niet eerlijk. Maar ik hou gewoon altijd links aan in doolhoven. Altijd, serieus. En je slime. Get out of here. Altijd hou ik links aan. Dus we gaan altijd naar links. En dan moet je op... Uiteindelijk moet je wel bij de uitgang komen. Dat is gewoon mijn tactiek. Oftewel, we lopen nu in rondjes. Kut. Maar kijk, nu komen we hier. En we moeten wel bij het einde komen. Ben ik weer een rondje gelopen, trouwens? Was dit een rondje? Of ben ik nou gek? Wacht. Waar ben ik? Oh ja, hebben we het gehaald? Ik kan hier niet doorheen met mijn paard. Bro. Paarden kunnen niet door één breed. Bro. Wat doe je? Oh, ik zit nog in creative ook. Oké, dan maken we het gewoon even breder. Goddammit, mijn paard is te dik hiervoor. Nee, paarden kunnen niet door één breed. Dat past niet. We hebben het gevonden. Plop. En wauw. Ik denk dat we ze allemaal gehaald hebben. Nice bro. Dit vond ik echt heel leuk gedaan. Ik bedoel, elk personage had een ander verhaaltje. Aragorn was leuk. Frodo was met de ring. Vond ik ook leuk gedaan. Sowieso leuk gedaan. Mount Doom zag er grappig uit. Legolas was op zich wel leuk met die skills. Ik bedoel, je moet er wel een beetje voor kunnen schieten. Gimli, dat minen was op zich leuk bedacht bro. Maar minen is nou niet echt, weet je. Het is niet, ja, het kan, maar het is niet echt leuk. Maar alsnog wel leuk bedacht. En Smeagol. Wat was Smeagol ook weer? Ik ben Smeagol. Wat had ik bij Smeagol gedaan? Wat had ik bij Smeagol weer? Oh ja, ik moest vissen. Dat was ook wel leuk bedacht, want Smeagol had natuurlijk voor visjes. En Theoden hebben we net gedaan. Het parcours, die vond ik ook heel erg leuk. Dus bro, super bedankt ervoor. Als je alle personages hebt gespeeld, let's go. En waar komen we dan? Wow, fancy. Fancy. Je hebt het gehaald, maar er is nog een challenge. Durf jij naar het einde van de gang te rennen? Are you serious? Ik wil net de video afsluiten. Goddammit. Alright. Nou, dan gaan we maar naar voor, denk ik. Oké. Oh, hij heeft er ook soul sand tussen gestopt, dus ik kan niet sprinten. Oké, whatever. Go, 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 go. There we go. Ik wacht even tot alles was uitgeschoten. Ik heb gecheat, want ik zat in creative en dat had ik niet meer door. Goddammit, alles klikt. Ah! Haal me hier weg! Nee, wat gebeurt er? Dit is trapped! Ah! Dat geluid was echt verschrikkelijk. Moet je horen. Wacht, ik ga nog één keer heen. Oh, nu gaat het ineens weer langzaam. Dat ging echt... Maar bro, ik wil je hartelijk bedanken voor deze map. Ik vond hem fucking awesome, Nick. Heel leuk gedaan met elk nieuw verhaaltje. Of dat iedereen een ander verhaaltje. Het is echt superleuk. Laat achter of laat in de reacties weten wat jij van deze map vond. Ik vond het een... Laat ik het een 9,5 geven. Super hoog. Want die halve punt aftrek is dan voor die van Gimli. Die kon misschien wat leuker. En die van Smeagol was op zich ook niet echt avontuurlijk. Of iets met actie. Maar voor, ik vond het heel origineel met wat je allemaal gedaan hebt. Dus bro, 9,5 voor jouw map. Hoppakee. Is dat het hoogste wat ik ooit gegeven heb? Weet ik eigenlijk niet. Weet ik niet. Want is dat het hoogste? Ik denk niet dat dat het hoogste is. Volgens mij heb ik al eerder 9,5 gegeven. Ik weet niet jongens. Maar ik wil jullie in ieder geval hartelijk bedanken voor het kijken van deze map. Als je het leuk vond, doe dan sowieso even een blauw duimpje omhoog. Wil jij ook een map naar mij sturen? Dat kan. Stuur je map dan... liever als Mediafire link of zo, niet als bijlage. Ja, kan ook. Nou, weet je, eigenlijk maakt het toch niet uit. Stuur naar info@vonnox.nl. En je moet natuurlijk wel even erbij rekenen dat er al maps voor jou zijn opgestuurd. Dus je moet even wachten voordat jouw map wordt gespeeld. Snap je? Dus niet meteen verwachten van... Ik heb een map gestuurd, Damien moet hem spelen, want er zijn nog wel wat maps voor je. Maar je komt heus wel ooit aan de beurt. Dus jongens, nogmaals, bedankt voor het kijken. En het enige wat ik nog ga zeggen is, later!